Op het moment dat we deze uitzending opnemen is het donderdagavond 25 april 2013. We staan voor de werklounge in de Wijnstraat van Dordrecht. Dit keer dus niet in een stadhuis of niet in een stadskantoor, maar op een locatie in de stad. En we zijn ditmaal te gast bij een politiek café. Een politiek café georganiseerd door GroenLinks met als thema duurzaam investeren. Dit is rechtstreeks uit de raad op locatie. Het politiek café wordt elke maand georganiseerd door een van de 9 politieke partijen in Dordrecht die in de raad zitten. Ditmaal dus door GroenLinks. Ik sta nu naast Mary Ruijs, fractieleider van GroenLinks in de raad. Het thema is ditmaal duurzaamheid, duurzaam investeren. Vanwaar die keuze? Nou, omdat GroenLinks denkt dat er om uit de economische crisis te komen andere keuzes te maken zijn dan het huidige kabinet maakt. Daar heeft Wijnand Duivendak, die vanavond onze keynote-spreker is, een manifest over geschreven. En die geeft alternatieven en die zegt daarbij duurzaamheid en duurzame economie, maar ook duurzame samenleving is de enige begaanbare weg om uit de crisis te komen. Dat vonden we zo'n boeiende uitspraak dat we hebben gezegd dat is het onderwerp van ons politiek café. En dat wordt dus vanavond ingezet. U duwt hier op de financiële crisis of op de crisis binnen GroenLinks? Want het is u heeft bij de afgelopen Kamerverkiezingen natuurlijk behoorlijke klappen gekregen, de partij. Denkt u dat dat ook nog invloed gaat hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen die er over een jaar aankomen? Kijk, als ik uit mijn hart reageer, dan zeg ik natuurlijk niet. Maar we weten allemaal dat de landelijke ontwikkelingen altijd invloed hebben op de lokale situatie. Maar ik ben niet pessimistisch over onze lokale situatie, want ik denk dat we een partij zijn die duidelijk een positie inneemt in de raad. Dat doen we al jaren en die zullen we houden en dat zal ons in Dordrecht zeker stemmen opleveren. Dus in die zin ben ik optimistisch. Oké, daar komen vanavond, iedereen is uitgenodigd, ook het publiek, gewoon de burgers van Dordrecht. Toch komen in het algemeen bij politieke cafés met name collega-politici uit de lokale raad. Ja. Wat verwacht u van deze avond? Nou, in ieder geval een pittige discussie. En we hebben er zelf ook aan meegewerkt om daar een impuls aan te geven. We hebben John van der Net, die is hier aanwezig, van de VVD. Een van onze collega's, waarvan ik weet dat hij pittige uitspraken kan doen die haak staan op de dingen die GroenLinks wil. Die hebben we gevraagd, wil jij een column uitspreken? Omdat ik vind dat je moet zorgen dat we vanavond discussiëren en niet elkaar over de bol aaien, maar gewoon ook de tegenstellingen, de verschillen op tafel krijgen, om van daaruit te kijken, nou, en wat betekent dat voor onze lokale politiek? Dus ik denk dat het een leuke discussie wordt vanavond. Toen ik in 2008 Kamer ben, heb ik eigenlijk weer een aantal klimaatcampagnes georganiseerd en dingen daaromheen, rondom de klimaattop in Kopenhagen en nog zo'n dingen meer. Ik heb een dik boek, een kloek boek geschreven. Het ligt hier toevallig. Niet helemaal toevallig, maar in het boek heb ik proberen een reconstructie te maken. Het verhaal te vertellen van 25 jaar klimaatpolitiek in Nederland. Het klimaat, de klimaatverandering is voor het eerst eigenlijk op de agenda gekomen in Nederland. Trouwens als een van de eerste landen in de wereld in 1986. Het boek is in 2011 uitgekomen en ik probeer die hele periode van 25 jaar te reconstrueren. Dus ik heb met ambtenaren, ministers, alle hoofdrolspelers, allemaal in de documenten gezeten en gekeken wat is in die 25 jaar, wat heeft die politiek nou opgeleverd, waar is het misgegaan en welke lessen kunnen we daarvan trekken. Tijdens de discussie die volgde op het inleidende verhaal van Wijnand Duivendak werd een stelling gebruikt en die stelling luidde: investeren in duurzame economische activiteiten gericht op leefbaarheid voor iedereen is de enige structureel begaanbare weg uit de crisis. De naam van mijn column is: eerst komt das Fressen und dan komt die moraal. Vrij naar Brecht. Ik wil benadrukken dat ik als rechtsliberaal de inbreng van GroenLinks zeer kan waarderen, altijd. Ik heb dan ook met grote interesse het pamflet van Wijnand gelezen. GroenLinks die staat voor nieuwe ideeën. Innovatie, dat spreekt een VVD'er nu eenmaal erg aan. Niet mopperen, maar met oplossingen komen. Ik zou zeggen dat zouden meer partijen moeten doen. Vrijheid is een groot goed, zowel voor de VVD als voor GroenLinks. Aan de andere kant staat GroenLinks, vind ik natuurlijk, voor een bepaalde mate van naïviteit en dogma's. En daar kan ik als VVD nou eenmaal niet zoveel mee. Nou, wat GroenLinks en de VVD bindt, is het begrip vrijheid. Laten we wel wezen.
In het pamflet van Duivendak legt hij het begrip positieve vrijheid uit als het herverdelen van hulpbronnen om de vrijheid waar te kunnen maken. En hij knikt, dus het klopt. De definitie van positieve vrijheid, nogmaals, zoals ik dat heb geleerd in mijn studie, is de vrijheid tot het inzetten van je eigen vermogen. En de mogelijkheid om te kiezen en je eigen leven in te richten. Het lijkt erop dat Duivendak het begrip naar zijn eigen inzicht iets vervormd heeft. De vrijheid van degene die bezit wordt beperkt doordat GroenLinks de bezitter wil dwingen om zijn bezit te verdelen. Dat is volgens mij geen vrijheid, dat is dwang. Iedereen heeft volgens Duivendak recht op vrijheid. Nu zijn in Nederland volgens mij de kansen bijna nergens zo groot om iets te bereiken als ergens ter wereld. Werkloosheid is, dat mensen hun baan kwijtraken, is het grootste probleem van deze crisis volgens mij. Dan word je het hardste geraakt. Ja, dus het hele bittere vind ik dat daar zo weinig discussie over is. Ik vind net dat de groei van de wet, het is nu 30.000 hè, vorige maand gegroeid, 30.000, het zijn 1000 mensen per dag. En het wordt bijna als een soort noodlot wordt het nu aanvaard. Nog sterker, er wordt vaak gedaan alsof de mensen die werkloos worden toch wel een beetje zelf schuld aan hebben. En dan krijg je, ja, we gaan van mensen begeleiden van werk naar werk of zo. Dat hoor ik vandaag weer in de zorg. Maar er is helemaal geen werk van werk naar werk, van ontslag naar welk werk dan, hè? Ja, maar dan moet je meer je best doen en dan gaan we je trainingen geven, et cetera. Maar die banen zijn er gewoon niet. En ik denk dat je gelijk hebt, dat op zich is nu het mechanisme altijd een beetje meer groei. Technische uitvindingen, hoge arbeidsproductiviteit, moet je nieuwe banen scheppen, dan blijft iedereen aan het werk. Ik denk dat een onvermijdelijke consequentie is, als je accepteert dat er minder groei zal zijn, dat de arbeidstijd terug zal lopen. Ik vind de stelling ook een beetje een open deur, eerlijk gezegd. Want volgens mij willen we allemaal een duurzame en leefbare wereld. Is dat zo? Wil iedereen een duurzame wereld? Ja? Ja, het is ook een containerbegrip. En het meest vervuilde woord wat ik ken, hoor, duurzaam. Ja. Dus volgens mij willen we dat allemaal. Maar verschillen we van mening over de manier hoe we daar moeten komen. Ja. Duurzaamheid betekent ook zorgen voor elkaar. Duurzaamheid is volgens mij de meest gewenste manier om uit de crisis te komen. Als je nu kijkt naar wat zou je willen, hoe zou je willen dat de wereld uit de crisis komt, dan denk ik, dan zou je moeten kijken dat er een veel eerlijkere verdeling van de welvaart is. Wijnald zei het ook al, misschien zitten we hier gewoon, hebben we op de top gezeten en kan je niet meer verder. En moeten we accepteren dat we gewoon een stukje terug moeten met z'n allen, juist om die welvaart in de wereld beter te verdelen. En het tweede wat je natuurlijk wil, is als je naar goede oplossingen kijkt, is dat de wereld ook stopt. Of dat er ook gestopt wordt met het uitbuiten van het milieu. En dus dat je naar duurzaamheid toe gaat. Dus ik weet ook niet of het de enige weg is, maar het is wel de meest gewenste weg. Ik denk dat het echt een grote illusie is om te denken dat die twee dingen samen gaan. Duurzaamheid en het kapitalisme. En ik kan wel voorspellen. U zei dat het moeilijk is om te voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Maar het huidige systeem heeft duidelijk laten zien dat hij gefaald is. Heel veel problemen, veel ellende. En ik kan garanderen, misschien over 50 jaar, dat dit systeem kapot gaat. Als we het hebben over duurzaamheid, dat het net lijkt alsof het alleen maar over de natuur gaat, over ecologie. Yeah. Maar de component sociaal hoort daar uitdrukkelijk bij. Er kan geen ecologische samenleving zijn als er ook niet tegelijkertijd een sociale samenleving is. Er zijn, naar mijn vaste overtuiging, lopen wij hard aan tegen ecologische grenzen. Die wij niet kunnen en moeten en willen tarten. We zijn toe, nu en ook in de toekomst, en inderdaad niet alleen hier, maar in de hele wereld naar een ander systeem. Want dit systeem klopt niet. Wat is dat andere systeem? Ja, een systeem dat gebaseerd is op solidariteit tussen mensen, het menselijke, de mensheid. En niet inderdaad, ik ben het wel met Wijnand eens, niet alleen het individu, maar de hele mensheid. En niet alleen hier, overal. En dat kan niet binnen dit huidige systeem. Ik denk dat je niet kan zeggen, als het over die crisis, over die economische crisis gaat, dat ik denk dat het een illusie is dat je op de ouderwetse manier uit die economische crisis kan komen door weer te doen wat we in de jaren, wat in feite nu toch ook het recept is van teugels een beetje laten vieren of enzovoort, wat je nu in die akkoorden ook allemaal ziet. Op die manier kom je niet uit die economische crisis. En als je eruit komt,
de volgende crisis staat al op ons te wachten, dat is de ecologische crisis. Dus de enige route, omdat er een dubbele crisis is, is een duurzame of groene route. Halverwege de discussie werd de vraag gesteld wat het streven naar economische en sociale duurzaamheid voor de lokale politiek zou kunnen betekenen. Terug naar het lokale. Ja. Ik denk dat een politiek die te veel gericht is op verlagen van belastingen of een angst überhaupt om belastingen te heffen, om collectieve voorzieningen in stand te houden, funest is. Ik denk collectieve voorzieningen, of dat nou bibliotheken zijn, sportverenigingen, zwembaden, zijn het cement van de samenleving. Dus verschrikkelijk belangrijk in de gemeentelijke politiek om daarvoor te knokken. En ik zou ook vinden dat een partij als GroenLinks niet bang moet zijn om te zeggen, daar willen we de belastingen best wat voor verhogen om dat allemaal in stand te houden. En ik vind het van belang, wat we natuurlijk eerder zeiden, al die initiatieven van onderop van burgers en van mensen, of dat nou is in buurthuizen of in huurdersverenigingen of in die energiecollectieven, om die volle kracht te helpen. Want dat is ook, net als de kleinere bedrijven, dat is de samenleving en die moet je de wind in de zeilen geven. Natuurlijk willen wij dingen duurzaam aanpakken. Natuurlijk wil je uit die crisis komen. En dan even terug naar Dordrecht. En dan wil ik wel vragen aan GroenLinks en aan de VVD. En hoe gaan we dat dan vertalen ten opzichte van de bezuinigingen waar we voor staan? Waar laten we dat sociale aspect nog zien? Waar laten we dat duurzame aspect nog zien? En waar kunnen we zeggen van tot hiertoe en niet verder? Dat zal een hele zware slag worden. Wat ik vind vanuit D66 Dordrecht is, en dan ga ik mijn vragen terugzetten in stellingen, ja, dat het dus een mengeling moet zijn. Maar allereerst op eigen kracht dingen proberen te regelen. Dat sowieso. Pas een vangnet regelen als het nodig is. Ja? En natuurlijk duurzaam en natuurlijk betaalbaar. Maar het heeft ook grenzen. En een prijskaartje. Absoluut. Want je kan het tegenwoordig niet meer allemaal betalen. Eigenlijk gaat het erom, als je markt en individualisme met elkaar wil verbinden, dan heb je een contract nodig van wat wil je met elkaar zijn. En John noemde heel even het woord samenleving. Aan het eind van zijn verhaal, en dat half uur daarvoor was eigenlijk alleen maar individualisme. Ik wil reizen, ik wil dit, ik wil dat, dat. Dat is prima allemaal. Maar er hoort ook een afweging bij van wat wil je met elkaar nog zijn. En Thatcher zei natuurlijk, er is helemaal geen samenleving. Mm-hmm. Het geheim van het leven is elke dag op tijd de vuilnisbakken buiten zetten. Dat is ook heel goed. Maar er moet iets meer zijn, anders dan heb je geen binding aan elkaar. En ik denk dat dat iets is wat GroenLinks op zich heel goed verbeeldt. U heeft dat toch ook, ja? Ja, precies. Ook, ja? Ook in het pamflet. Maar wat ik daar een beetje mis, is het vertrouwen dat innovatie en creativiteit en dingen doen voor jezelf, maar daarna ook doorvertalen naar de maatschappij, dat daar heus heel veel mooie dingen uitkomen. Ik denk dat Dordrecht op zich als gemeente zich heel goed duurzaam profileert. Dat merk je ook landelijk, dat Dordrecht daar ook onbekend staat. Dus ik denk dat wij daar op zich ook vanuit de voorbeeldfunctie in Dordrecht heel veel aan doen. Bijvoorbeeld onze stadsboerderij, waar kinderen toch heel erg geconfronteerd worden met duurzame keuzes en duurzame factoren. Dat vind ik bijvoorbeeld lokaal echt iets waarvan je zegt, dat geef je mensen mee voor de toekomst. We hebben het gehad vanavond over een stelling die ging over duurzaam investeren in duurzame activiteiten. Ging eigenlijk toch hoofdzakelijk over de landelijke politiek of zelfs over de wereldpolitiek. Blijft toch nog steeds de vraag, wat kun je op lokaal niveau hier nu eigenlijk mee? Er werd een tegenstelling gesuggereerd tussen de VVD en GroenLinks. En toch, op lokaal niveau gaat het toch om burgerinitiatieven. En dat is toch een liberaal standpunt, zou je kunnen zeggen. Nee, absoluut. En ik denk ook dat het lokaal zo is dat we, als je even bij GroenLinks en VVD houdt, dat we elkaar toch op een heleboel punten wel kunnen vinden. Alleen is de aanvliegenroute is vaak anders. Ja. De GroenLinks steunt met name op samenwerking tussen burgers onderling, zonder dat daar nou per se een winstoogmerk in zit. Dus dat het in feite niet om een markt gaat, maar gewoon om samenwerking. Kan zo'n principe ook voor de VVD gelden? Nou ja, samenwerking tussen burgers is altijd goed natuurlijk. Alleen zodra daar bij komt kijken dat er dus geen sprake kan zijn van winst. Of dat je, ik kreeg een beetje het idee dat dat wat al zo'n beetje vies wordt bestempeld. Ja, bedoel, daar kan ik me niet in herkennen. Dus bedoel, op het moment dat burgers zich verenigen, samenwerken en daar komt een resultaat uit en dat is ook winst, dan mag je daar ook gewoon van profiteren. Ja, op het moment bijvoorbeeld dat een bepaald bedrijf hier in Dordrecht zegt, ik ga werkgelegenheid creëren, maar dat doe ik wel via een productieproces wat niet al te milieuvriendelijk is. Terwijl GroenLinks dan bijvoorbeeld zou zeggen, dat moet je vooral niet doen. Vooral niet doen.
Dat zeggen wij ook. Dat zeggen jullie ja, ook. Dat zeggen wij dan ook. Kijk, op het moment dat het niet voldoet aan de milieuwetgeving, dan houdt het voor mij ook snel op. En dat geldt ook voor arbeidsomstandigheden, neem ik aan? Ja, maar ja, goed, daar zitten wij dus anders in. Ik bedoel, het is belangrijk dat dat vooral bij een bedrijf zelf ligt, hoe ze daarmee omgaan. Ja. GroenLinks, dat investeren in duurzame activiteiten, wat moeten we ons daar nu lokaal bij voorstellen, bij die burgerinitiatieven? Nou, ik vind een mooi voorbeeld op dit moment bijvoorbeeld de Drechtse stromen. Dat er zijn een aantal mensen die zich hard maken op met name het gebied van milieu en duurzaamheid, zeg maar, producten samen met bewoners te ontwikkelen. En wat je dus nu ziet, dat ze dat in eerste instantie in Dordrecht hebben ontwikkeld en dat ook regiobreed uitgezet. En het gaat dus om mensen bewust te laten zijn van ingrepen in hun eigen directe woonomgeving die en geld opleveren, maar ook heel erg duurzaam zijn. Zonnepanelen, de manier hoe je met je huis omgaat, met verlichting, met eten koop, gaat heel ver. En dat zijn initiatieven die relatief weinig kosten, maar gewoon veel opleveren. Juist. Mag ik samenvattend zeggen dat de stelling die jullie hier hebben geponeerd, waarover gediscussieerd is, dat jullie op basis van die stelling elkaar eigenlijk in de toekomst heel erg goed zouden kunnen vinden? Nee, dat, als je hem zo vertaalt, ik vind de stelling, daar kan ik niet zoveel mee. Ik wil gewoon van uitgaan dat we per situatie hier gaan bekijken. In welke mate we kunnen samenwerken binnen de politiek. En volgens mij zitten we op een heleboel dingen niet zo ver uit elkaar. Op een aantal dingen niet. Ik denk op duurzaamheid is sowieso wel een aantal punten waar we kunnen vinden. Ik kan me wel herinneren dat we samen een motie hebben ingediend waar het ging om een revolverend fonds. Daar hadden we op een gegeven moment een meerderheid voor nodig. Heeft GroenLinks wel water bij de wijn moeten doen, maar het is uiteindelijk met de steun wel gekomen. Maar daar waar het gaat om sociaal, wat ook een belangrijk onderdeel is, ja, daar kom je kamers tegen. Daar heb ik menig discussie met John van der Net over gehad. Hij zit daar echt gewoon anders in. Het Politiek Café is een van de mogelijkheden om politieke partijen op lokaal niveau bij elkaar te brengen. Om echt te discussiëren en om dat ook een beetje op een ontspannen manier te doen. Heel anders dan wanneer je discussieert formeel in een raadsvergadering. Dit keer werd er een stelling geponeerd die ging over het duurzaam investeren in economische activiteiten. En dat dat zou voor iedereen moeten zijn en ook moeten leiden tot de weg uit de crisis. Of we precies die antwoorden hebben gekregen op de vraag die inderdaad ook uit de crisis leiden, dat vraag ik me af. En wie kan het antwoord op die vraag eigenlijk überhaupt weten? Wat wel goed is om te horen, dat politieke partijen op lokaal niveau misschien over deze stelling helemaal niet zo verschillend denken. Eigenlijk wil iedereen op weg naar een duurzame samenleving, toch? Dit was rechtstreeks uit de Raad op locatie.